Hallo lieve maagden, welkom bij je love reading voor de maand mei. Ik trek ook een animal spirit van Kim Kranz voor je en ook voor je partner. Gaan we even kijken wanneer we die kaart onthullen. Ik trek van Doreen Virtue een engelenadvieskaart voor je. De kaarten zijn van Koppenhol. Volgens mij zijn deze mooie out of stock. Maar dat weet ik niet zeker. En ik leg met de tarot van het goede de legging. En de legging is verleden, heden, toekomst. Dus als je geen partner hebt, nu nog, kan je naar de laatste rij kijken. En ik trek twee kaarten voor jou in het verleden. Ik trek twee kaarten voor je partner in het verleden. En één kaart wat jullie met elkaar doen en elkaar brengen en elkaar geven. Dit is het heden. Twee kaarten voor jou weer. Twee kaarten voor je partner, lieve maagd. Voor jou in het heden. Twee kaarten voor jou in de toekomst. Twee kaarten voor je partner. En weer de twee kaarten wat jullie samen doen in de toekomst. En als je dit nou een hele fijne reading vindt, ja, laat me dat dan weten. Stuur het door naar andere maagjes of word lid van mijn channel. En als je zegt van, nou Mabel, het is best wel een gekke tijd. Ik zou heel graag een reading van je willen. Op een filmpje opgenomen of via FaceTime. De hele maand mei geef ik vanaf nu €76 korting op het consult. Dus dat is ook goed nieuws. Nou, lieve kreeftjes. Wat ben je aan het doen op het ogenblik? En dan is dit het verleden. Dus wat ben je op het ogenblik aan het doen in het verleden? Wat is het verleden geweest? Wat was het? Oké, best wel veel verwarring. Maar uiteindelijk wist je van, oké, dit is mijn true love. Dit is de persoon waar ik bij wil zijn. Dit is de persoon waar ik alles aan wil geven. Zeven van zwaarden. Ja, het niet weten. Onduidelijk. En je transformeert eigenlijk in deze, in het verleden. Kijk hoe je partner daarin stond. Nou, je partner was er 1000% van overtuigd in het verleden. Oké, die wilde met jou zijn. Pace of fire, een nieuweling. Heel erg vurig. En precies de directie weten van, oké, hoe wil ik dat met haar of hem doen? Dit is de energie. Dit is een hele bijzondere, zeg ik. Jij, lieve maagd, was de magier. Dus eigenlijk zou je alles kunnen transformeren. En je partner in het verleden was een beetje stak in zichzelf. En kon eigenlijk jouw level niet helemaal matchen. Bijzonder, hè? Het wel willen. Kijk, het is een beetje vleugellang op zijn kop. Maar met al dat vuur als puntje bij paaltje kwam, ja, het toch niet helemaal durven in het verleden. Heel mooi, heel bijzonder. Oké, dan gaan we naar het heden. De Queen of Water en de 10 van Aarde. Jij weet wat je wil. Jij weet 1000%. Wie je bent, wat je voelt, wat er aan de hand is. En je bent totally committed. Nou, dat is een maagd ook. Een maagd doet het wel of een maagd doet het niet. Dus voor jou is het heel erg duidelijk. Maar jij brengt ook heel veel schatten in deze relatie. Echt op emotioneel vlak, op financieel vlak heb je dingen voor elkaar. Jij, ja, ik zeg de ideale partner. Ik ben maagd ascendant. En mij wordt wel eens verweten in de relatie dat ik te kritisch kan zijn. En dat mijn tong af en toe te scherp is. Ja, dat begrijp ik.
Maar wat ik zie in deze huidige staat van zijn, is dat je bereid bent om naar die stukken van jezelf te kijken. En emotioneel ook zachter te worden. Minder oordelend, wil ik hier zeggen. Oké, hoe staat je partner er nu op dit ogenblik voor? Weer al dat vuur. Dus eigenlijk wel met jou willen. Samenwonen, de verbintenis, het huwelijk. Maar hij heeft ook nog iets in zichzelf te doen of te vinden of op te lossen. Dit is een innerlijk proces, die Eight of Cups, die Eight of Water. Even kijken wat dat in het heden... Nou, zo mooi. Die kaarten kloppen zo altijd. Het is echt bizar, vind ik. De 6. De liefde. Jij wil dit. En jij kunt dit. En jouw partner heeft een heling nodig. Een heling op zichzelf. Maar kan het heel goed passend maken. De klok op het hart. Het is een kwestie van tijd voordat dat die complete overgave er is. En jij ziet dat volgens mij. Jij ziet dat. Zullen we nu eens naar de dierenkaarten? Ja, tuurlijk. De snake. Ja. Hoeveel bewustzijn wil je hebben? En de stingray. Grappig. Ja, dit is water. Even kijken. Ik begin eerst bij jou. Jij ziet het allemaal. Jij ziet het allemaal wel heel erg goed. Even kijken, het ligt niet op volgorde. Nou, we hebben ook geen haast, zeg ik. Snake. Guardian of the unawakened magic. Creative potential. The snake is the symbol of our highest potential. It is said that Shakti, our creative life force, lies dormant at the base of our spine, in the form of a coiled snake. Regardless of whether this image rings true for you, it is well worth considering the amount of unawakened or untapped potential within. What would life look like if you wake it up? How can you steer it from slumber? An experienced yoga or meditation teacher can lead the way. Make haste. The snake art appears when there is no more time to waste. Het vraagt je dus om naar binnen te gaan. Ik zeg, dat kun jij ook, want je hebt de magier zo en zo liggen. Ik leg hem op de magier neer. Daar past hij het best, de snake. Dat wil niet zeggen, je moet de dieren als metafoor zien. Hè? Dus niet dat je denkt van, oh, een snake is sneaky. Zo werkt hij niet. Even kijken. Ja, stingray. Ik was even verward omdat hij zwart is hier. Maar hier is hij wit. Developing confident sense of self or spine. Dus je partner is dus duidelijk zichzelf ook opnieuw aan het uitvinden. The stingray card represents a pivotal point in personal growth. The moment has come when the stingray must decide between the old, easy, comfortable and familiar, and the new, challenging, uncomfortable and unfamiliar. Pressure for family and friends makes the decision even more complicated. No matter what choice is made now, it's inevitable that this dilemma will surface again and again as the force of Dharma growing within the stingray. It's too strong to ignore. Hij moet dus ergens doorheen. Ik hang hem ook hier. Zolang je partner iets niet oplost in zichzelf, kan jij wel met je mooie hart alles willen dragen voor elkaar. Maar hij moet naar jou opschuiven of zij moet naar jou opschuiven. Want de wil en de bereidheid is er wel heel erg. Maar het gaat om een oud stuk los te laten. Waar jij komt. Oké, de toekomst.
Mooi, hè? Oké. De zes van aarde is in ieder geval zegen op al je werk. En het enige wat het vraagt van je is om geduld te hebben. Je kan iemand zijn persoonlijke proces niet sneller laten lopen dan dat het gaat. Oké, wat doet je partner? Ja. The Wheel of Fortune drukt hem maar steeds naar, of zij, steeds naar jou toe. Het zit in de karma dat jullie bij elkaar zijn. En de Seven of Earth is, ik zie hier een bepaalde, ja, je partner probeert vast te houden aan stabiliteit, terwijl die heel vurig steeds naar je op zoek is, maar het in zichzelf moeilijker kan neerzetten. Maar het is een karmische verbintenis. Kijk eens, ik zeg halleluja, wat ben ik blij ook dat ik deze kaarten real-time met jullie trek. Er komt dus zegen. En eigenlijk de vier, jij bent de stabiliteit, jij bent de wijze in deze. Dus er is enorm veel groei van je partner. En jij, kijk eens wat een grote arcanekaart je hebt. Jij houdt dat in balans. Mooi, hè? Echt zo ontzettend prachtig om te zien. Het is gewoon een hele story wat verteld wordt. En het enige wat van jou gevraagd wordt, is om wijsheid en inzicht van die keizer. Dat je soms heeft dat wat tijd nodig voordat mensen zichzelf vinden. Kijk, dit is de Wheel of Fortune, dus het moet, zie je hem? Ja, het moet toch gebeuren. Het gaat gebeuren. En voor de mensen die geen relatie hebben, er is dus zegen op een verbintenis. Prachtig, hè? Dus als jouw partner er nog niet is, zie je dat hij dus heel hard aan zichzelf aan het werken is voordat hij bij jou kan komen. En als je wel al een partner hebt en waarvan je zegt van ja, of dat jullie temporary uit elkaar zijn. Er is dus heel veel beweging en heel veel karmische druk om jullie bij elkaar te brengen op een positieve manier. Kijken wat de engelen zeggen. Three of Thought. Loving angels surround you to heal and comfort you. The sadness you will feel fade away in time. And then you will be able to see clearly how important this situation has been for your spiritual growth. Take time. You need to forgive yourself and others so that you can embrace the future with joy. Ja, natuurlijk. Soms kan het frustrerend zijn als jij verder bent dan je partner. Maar inderdaad, met die liefde en het geduld en de heling is er uiteindelijk zegen. Je kan het gras niet harder laten groeien, zeg ik. En zolang jij in je eigen power blijft, kan je met die magier die jij bent, alles manifesteren. Seven of Emotions. Your angels are asking you to make an important decision that you've been putting off. It's likely you know which choice you should make, but you are procrastinating, so you don't upset someone else. Ask heaven for guidance and then make the choice that celebrates who you truly are. Ja, ik kan die op de hangman leggen, maar ik kan hem hier ook op leggen. Ik wil ze eigenlijk hier leggen op de toekomst. Zo van, oké. Het is nodig, dit proces is nodig om een hele gezonde, gebalanceerde, gelijkwaardige relatie te krijgen. Ik vind het een hele mooie manier om bij elkaar uit te komen. Kijk eens, ik zou bijna zeggen, jullie horen bij elkaar. De patronen lopen gewoon over, zie je? Mooi, hè? Ik stuur je al mijn liefde, lieve maagden van mij.